kijk naar het scherm en zie alles gebeuren. Een wereld ver weg wordt de wereld dichtbij. Een blik op het leven, een wereld vol kleuren. Samen in beeld. Dag, mijn naam is Erika van Lente. Ik ben waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum. En ik vind het heel leuk dat ik de gelegenheid heb een stuk voor te lezen uit een boek wat mij erg aanspreekt. Ik heb gekozen voor dit boek. Boek van Aafke Steenhuis, Stemmen van Groninger Dijken. En de reden dat ik dit boek heb gekozen is dat het heel erg gaat over het Groninger landschap. En dat is waar ik altijd heel blij van word. Dus ik ga voor u een stuk voorlezen. Het is ook nog een beetje spannend. Er zitten een paar Groningse woorden in en dat is niet helemaal mijn moedertaal. Maar we gaan het proberen. Dus hier komt-ie. Een passage uit Stemmen van Groninger Dijken. De dijken in het Waddengebied zijn anders dan de dijken langs het Reitdiep. Niet hobbelig en kronkelend, maar recht en streng. Er waait een stevige noordoostenwind. Ik moet me schrap zetten om er tegenop te tornen. Dat broest de zee, doorholt de wind, daar roest langs diek en wat. Het landschap is onafzienbaar. Eindeloze stoppelvelden, geploegd land, velden met suikerbieten, de laatste aardappels, spruiten. In de verte kruipt een tractor over het land. Een enorme hemel met donkere, jagende wolken erboven. Deze ruimte is woest en leeg. De bron van mijn bestaan, mijn innerlijk landschap. Hier valt veel aangeleerd gedrag weg. De wereld van mijn jeugd op het Groningse land zit nog steeds in me. Ingehoudenheid, nadenkendheid, verbondenheid met de natuur. Ook mijn neiging om mijn verhalen te doorspekken met dichtregels en liedjes is, denk ik, Gronings. Omdat zoveel stemmingen en gevoelens niet te verwoorden zijn, uit ik me met een bestaand tanke, een versje. Ik kijk naar een wilde wolk in de lucht. Gries, grauw, bontblauw, blespeert. Het geinkop, geinpokkel en geinsteert. Boerderij Torum in de Westpolder is omringd door een wilderige tuin, een gracht en statige bomen. Op het erf staan hoog opgestapelde aardappelkisten. Na een dijkdoorbraak in 1877, waarbij 14 mensen verdronken, verkocht de eigenaar, herenboer Rolf Eijes Torringa, de boerderij aan Dirk Rolfs Mansholt. Torringa wou er vanaf, want hij was bang dat hij bij een volgende dijkdoorbraak voor alle kosten van dijkherstel zou moeten opdraaien. En Mansholt wilde graag deze boerderij in het noorden kopen. Dirk Mansholt was in 1842 in Ditsumerhamrik in Oost-Friesland geboren. Hij was als kind met zijn ouders naar het Oldambt gekomen, waar ze een kleine boerderij dreven. Hij trouwde met een rijke boerendochter, Aaltje Tonkens, en werd broer in mede. Omdat die boerderij voor zijn gezin te klein werd, vestigde hij zich in de Westpolder. Dirk Mansholt was een eigenzinnige, verlichte, linkse radicale herenboer. Hij had Das Kapitaal van Marx gelezen en was bevriend met de anarchist Domila Nieuwenhuis en de schrijver Multatuli. Hij was een sociaal bewogen maatschappijhervormer en tegelijk een uitstekende agrarische ondernemer die voortdurend in de weer was om zijn gewassen te verbeteren. Hij was voor nationalisering van de grond, pleitte voor constante graanprijzen om zowel de boeren als de consumenten te beschermen en was een tegenstander van vrijhandel en geldspeculatie. Zijn tragiek was dat hij zowel door de boeren als door de landarbeiders met achterdocht bekeken werd. Op deze boerderij is in 1908 zijn kleinzoon Sikko Mansholt geboren. Na de dood van Dirk Mansholt in 1921 kregen zijn kinderen ruzie over de erfenis. Uiteindelijk werd Torum met alle landbouwmachines en de paarden, koeien en kleinvee op een publieke veiling verkocht. Sikko Mansholt was toen 14 jaar. De boeldag was een traumatische ervaring voor hem. Als minister van Landbouw en Europees landbouwsecretaris zou hij later veel ideeën van zijn grootvader, schaalvergroting van de landbouw en beschermde graanprijzen in de praktijk brengen. Sikko Mansholt bleef zijn hele leven verbonden voelen met het Noord-Groningse landschap van zijn jeugd. Aan het eind van zijn leven, in 1990, schreef hij erover. Ik herinner me zo goed hoe je op een mooie voorjaarsmorgen op zondag met je ouders en beide zusters en broers op de dijk zat en over het wat tuurde. Je keek niet alleen, maar je hoorde het wat en je rook het.
De lange koperen verrekijker nam je natuurlijk mee en je keek naar de in de warmte trillende duinen van Schiermonnikoog. En als je dan vanuit de verte het doffe dreunen van een motor van een vissersboot uit Zoutkamp hoorde, kwam er een verlangen ook de zee op te gaan naar verre onbekende landen. Mooi vond ik ook de tijd van het ploegen op Wintervoor. Dan was het vaak wat mistig en heel stil. Je liep dan als kind mee door de voor achter de ploeg en keek hoe de mooie grond omkrulde. Af en toe hoorde je een knars van een schelp en natuurlijk het korte geroep van de meeuwen achter je. En je rook het zweet van de paarden en je voelde je gelukkig. Ik sta hier in Groningen voor op Beun met een voorwerp, eigenlijk twee, en ik weet niet wat dit is. Misschien kunnen mensen mij vertellen wat dit is en wat voor functie dit heeft gehad. Ik ga eens kijken. Ik heb hier een voorwerp en mijn vraag is, zou u een idee, ja twee voorwerpen, zou u weten wat dit is of waar dat voor gebruikt zou worden? Dat iets te maken heeft gehad met het turfsteken, kan dat? Het kan, ik weet het niet. Met landbouw? Van die ijzer kapot maken of zo? IJs? Nee, ik weet het niet. Zou je iets kunnen bedenken waarvoor dit zou kunnen zijn geweest? Iets om te maken. Wat voor iets, denk je? Ik weet niet. Misschien dat het iets te maken heeft met de dijkcontrole van de dijken. Van de droogte van de dijken, waardoor ze dus hun weerstand verliezen. En dat er dan iets gebeurt en dat ze opzij kunnen schuiven. Dus dat het waterpeil omhoog moet. Okay. En dat hou ik er maar bij dat het iets is om de mannen op te laten steunen. Om iets te poten of zo, denk ik. Een schepje weg. Nou, het lijkt me meer iets voor grondbewerking, maar verder zou ik het niet weten. Ik zou het niet weten. Het is een landbouwvoertuig waarschijnlijk. Een creatieve geest heb ik nodig om te weten wat dit is. Nee, dat ben je verkeerd. Something to do with farming? I don't know. Ja, het lijkt op iets waarmee je vuur kan maken of zoiets met een vuursteenachtig iets of zo, maar het zal wel niet zo zijn, denk ik. We hebben veel reacties gehad, ze zijn heel verschillend, maar nou gaan we het antwoord vragen van Erik. Erik, wij zijn op pad geweest met deze twee voorwerpen. De reacties waren meestal dat ze dachten dat het uit de landbouw kwam, maar nou ben ik heel benieuwd waarvoor het echt gebruikt werd. Ja, nou dit is iets, dat kom je niet overal tegen. Er zijn maar weinig mensen die dit onmiddellijk kunnen herkennen. En dat zijn de mensen die doorgaans te maken hebben gehad met de dijkonderhoud. Hè? Met de dijken die ons beschermen tegen het water. En met name, ja, natuurlijk met stormvloed of met ruig weer, dat de dijkbewaking wordt ingesteld. En op het moment dat er op de dijk ergens een gat ontstaat, dan werd daarop geacteerd met dit soort gereedschap. Deze werd gedragen om de buik aan een riem. En met dit voorwerp werd er een roggestro in een gat in de dijk gestoten. En dat stoot je zo, dan kon je meer kracht zetten. En dat stoot je zo in de dijk. En op dat moment, dan ging dat niet verder. En zo vulden ze gaten in de dijk op. Dus echt een stukje specifiek gereedschap voor de dijk. Heel erg bedankt voor de uitleg. En de kijkers, tot de volgende keer. Ik ben Koos Wiersma, burgemeester van gemeente De Marne. En ik gooi hem een verhaaltje voorlezen van Mella Hielkema uit het boekje Vogeldood. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat dat een schrijver is die schrijft in het Westerkwartiers. Nou, daar kom ik voort. Dus ik dacht, laat ik daar mijn verhaaltje over kiezen. En het is wel ook wel een beetje een grappig verhaaltje. Dus ik zal het voorlezen. Het verhaaltje heet Leste Eer. Hendrik was verstorven. Het hufje om Hendrik niet te begroten, 86 was er worden en het beste was er al laag af. Altijd vrijgezel bleem en het leem goed metnom.
Hendrik had zijn pad wel hard. Nou ken je zo'n man vanzelf niet boven de grond laten staan, dus er moest het een en het ander geregeld worden. Hendrik, zijn noorste en enigste familie, de zoon van zijn broer, woonde in Amerika. En die had notaris, die Hendrik zijn zorgen afhandelen moest, de opdracht geven de man met te redden. De zorgen afhandelen en dan het geld maar overmaken. Met dat hij zijn bankrekeningnummer geven haar, wees het er nog wel even op dat Uncle Henry maar een eenvoudig maanwest was en grote advertentie of een dure kist vast niet op prijs stellen zou. Zo hadden er nog een ander woord er op bezuinigd worden kon, dat notoris had op lijst maar voorsteld om Hendrik dan maar recht op te begroben, dat scheelde lichtgeld. Hendrik zal van uit huis begroben worden, door moesten de volgers haar verzomelen en zal de voorganger een prooitje holen. Barold, een van de drogers, stond in de hal bij het register dat wij tekenen kon. Hij is orig in de stemming, zei Jan noost mij, en wees op Barold zijn hand. En woor, de ran onder Barold zijn nogens wat nog zwadder dan zijn drogers juist ooit west was. Wij tekenen en ging even kijken in de voorkamer waar Hendrik op boord lag. De gammele houten vloer boog slim deur, dat bij elke stap lag Hendrik mooi heen en weer te rollen in een kist. Het liep verduld wel of er nog leeft, fluisterde Jan, en zette nog voorzichtiger zijn voeten del. Met dat er meer volk in het kommeke kwam, begon de vloer vervolgd te kroken. Elk maakte dat er op wat wisse steden te staan kwam. Toen de voorganger zijn prooitje begon, stonden dan ook alleen bij de kist in de kamer en het volk in de keuken en de slopkamer. Riekele was direct maar deur gewoon naar huis. Die kwam je alleen maar even kijken of Hendrik wel goed dood was. Door van Hendriks huis naar het kerkhof liepen, haar Riekele de oude kleren alweer aan en was er druk bezig een richel op het hiem van Hendrik te slaan. De beide mannen hadden jaren strijd om voor kanten mee de grond waar ze beiden recht op dachten te hebben. Het was bij tien op leven en dood gewoon. Dat Riekele was er niks rouwig omdat Hendrik weggerookt was. Hij hield het petje op en met dat de kist langskwam spijde er even op grond. Het was niet zo lang enig gewoon van Hendriks huis naar de begroofplaats en Mine, Kees zijn vrouw, had dat lut eindje best lopen kind. Maar bij zulke soort gelegenheden liet ze haar liever rieden. Kees had er een pers voor waard van om de rolstoel het onslichte paddel te krijgen zonder dat Mine eruit vallen zou. In het laatst bond Mine maar vast in de kar met zijn overjas. Dat scheelde een heel erne en Jan en ik lusten om zijn beurt Kees even af. Het laatste stukje, het schelpenpadje op het kerkhof liet mij maar weer aan Kees over. De kerk stijt wat op een hoogte en het schelpenpadje was krekt vernijd. Dat Kees haar zweet dik op kop stond. Hij zette Mine even van zien tussen een paar zarken om hem de kop af te vegen. En met dat te zien hoe je even liggen zou, waaide hem het ding van de kop. Kees sprong er achteraan en als Barold hem niet vastgrepen had, was Kees zo het graf in dood. De wind had het hoedje nou goed in de macht, het rolde mooi voor Kees op en het duurde niet lang of het hoedje en Kees waren allebei uit zicht verdwenen achter de kerk. De voorganger was alvast aan de laatste plichtplegings begonnen en de kist lag al laag en breed op de plak dat Kees weer om de hoek kwam, het einde kreus tot aan de knijn en een druppend hoedje in de hand. En al die tijd had Mine vaststaan tussen de zaken, met het rug naar de graf, naar het graf. De begrafenis had ze niet veel van metkregen, maar de geboorte- en staafdoordums van de familie Ibermo, ja, die kent ze nou uit kop. Leuk als een spin en met de kop op onweer zat ze in de stoel en de jas nog om haar middel knipt. Kees duwde haar met strekte arms het kerkhof af. Als was zij het die in de brachel sloot, zei naar haar. Op weg naar huis kwam Riekele nog tegen. Hij had de schep
aan de fietsbon. Heeft nog een puntje? Wil je aan weten? Nou, ik zal even door een werk maken, zei Riekele grimmitig. Ik zal die verrekkeling even goed toestoppen, dat ik wist ben dat het niet weer omkomt. Wie stut maar nooit met die smeerlap. Ja, ja, zei Jan. Beter een goede buur dan een verre vriend. Ik kon het alleen maar met hem eens wezen.